Goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag praat ik met een van de hostesses van de nieuwe Supreme-productie Ladies Talk Show, Shireen Isaias. Sinds enkele weken heeft Supreme een nieuwe productie erbij en dat is namelijk de Ladies Talk Show die we samen met de hele bekende Facebookpage Ladies Talk hebben geproduceerd. Donna is daar de trekker van, ongetwijfeld geen onbekende voor de dames die lid zijn van de Ladies Talk groep. En vandaag een beetje meer vanuit de kant van Shireen, die het televisieprogramma presenteert. What we need is a little Q-time. Shireen, welkom erbij. Hi. Ja, het is altijd wel leuk. Nu sta je een beetje aan de andere kant. Nu ben jij de gast in het programma. Ja. Ik weet zeker dat de mensen die lid zijn van Ladies Talk je ongetwijfeld al kennen. Maar misschien de andere kijkers nog niet. Dus laten we even een beetje nader kennis maken met jou. Vertel ons wat meer over jezelf. Nou, ik ben Shireen. Ik ben werkzaam op de luchthaven. En eigenlijk... Er is niet zoveel van mij hoor. Ik werk bijna de hele dag. En als ik thuis ben, is het Netflix te slapen. Of iets drinken met Donna. Oké. Okay. En wat doe je precies? Ja. Wat is je werk op de luchthaven? Ik doe marketing. Ja, oké. Okay. En ik ben werkzaam op de afdeling commerciële zaken. Dus eigenlijk niet alleen marketing. We doen ook de huur van units, parking, courtesy, alles eromheen. Oké. En dat wil zeggen dat je dus elke dag naar Sandré moet rijden voor je werk? Ja. Wauw, oké. Wat vind je daarvan? Oké, dan begrijp ik dat je om 8 uur inderdaad crasht en zegt dat hier en niet verder voor de dag. Ja, het is leuk. Op een gegeven moment wen je aan de weg. Mm-hmm. Maar ja, nog steeds denk je soms van, hey, liever ben ik gewoon in de stad hoor. Ja, oké. Maar het is wel leuk. Het is een leuke omgeving, het is een leuke werkplek. Je leert elke keer nieuwe mensen kennen. Dus. Ja, dat is wel interessant. Oké, hoe ben jij bij Ladies Talk betrokken geraakt? Donna en ik zijn vriendinnen. Ik ken Donna vanaf de lagere school. En er was een periode dat ik dus naar Nederland verhuisde en ik eigenlijk geen contact meer met haar had. Maar toen ik terugkwam naar Suriname was het alsof ik nooit was weg geweest. En dus ik ben vanaf het begin ben ik lid van Ladies Talk. En Donna vroeg me, dus ze vertelde me van ja, hey, ik wil dit doen. Wil jij er deel van uitmaken? Ik zeg, hey, leuk, natuurlijk. Zo heb ik er vanaf het begin een beetje geholpen met kleine dingetjes, iedereen eromheen en zo. Voorbereidingen? Ja. Ja? Ja. Ja, dat was je rol. Dat was mijn rol. Ja. Oké, maar op een gegeven moment sta je ook voor de camera. Hoe is dat gekomen? Ja. Het is eigenlijk ook een vraag van één. Het was eigenlijk een ander concept. We hadden een heel ander concept eerst. Het zou in categorieën verdeeld worden. En toen kreeg ik een categorie toegewezen, maar toen is het toch van gedachten veranderd. En toen zei ze van, wil je niet gewoon één van te zijn? Ik zeg ja, prima. Heb je voor het eerst meegewerkt aan een televisieproductie? Ja. Ik kwam wel voor in een clip, maar ik weet niet of dat telt. Eigenlijk niet. Oké, een beetje, half. Nee. Ja. Wat vond je ervan? Overal, je experience? Het is heel nieuw voor mij. Ik heb veel eruit kunnen leren. Ik moet nog heel veel leren. In het begin heb ik echt een beetje gestruggeld vooral. Mm-hmm. Maar ik zie dat het steeds beter gaat. En ja, ik sta open om elke keer weer iets erbij te leren. Ja, oké. Okay. Wat is de most remarkable comment of gesprek die je hebt onthouden van de gesprekken die je hebt gehad met de gasten? Eigenlijk kan ik dat nog niet zeggen, want volgens mij is het nog niet uitgezonden. Dat maakt niet uit, doe maar een sneak peek, toch? We hadden een gesprek met over moederschap en die heeft, ik denk, iedereen daar aan tafel echt geraakt. Ik heb zelf nog geen kinderen, maar het heeft ons allemaal echt geraakt. Ja, oké. En met welke gast was dat? Nee, dat ga ik nog niet verklappen. Nee, zie je, kom, even serieus. Nee, dat gaan we nog niet verklappen. Nou ja, je maakt ons nieuwsgierig en dan mogen we dat niet weten. Dan moeten we in de spanning wachten. Ja. Even erop wachten, ja. Oké. Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd in het hele traject? Dat ik veel geduld moet hebben. Ik ben zelf iemand, ik heb heel weinig geduld, maar als je zo samenwerkt met verschillende type mensen, dan moet je toch wel echt eraan werken. Ja, oké. Okay. Geduld. Ja. Oké. Okay. Ja. Wat heb je geleerd over de inhoud?
Nou, je leert elke week iets anders over een nieuwe topic. Dus ja, verschillende dingen. Elke keer is er elke wel iets week leer nieuws je, bij. ja, Ja, elke, oké. weer iets, el, elke week weer iets nieuws. Oké. De dames die lid zijn van jullie community, de Ladies Talk community, ja. Hoe hebben zij gereageerd op het programma? En op jou? Ik heb eerlijk gezegd, ik heb niet zoveel comments gezien over mij. Ik heb wel comments gezien over het programma overal. En er waren een heleboel feedbackpunten waarop we moeten letten. Maar ja, het is ook ons eerste seizoen. We hebben nog heel veel te leren. En overal waren er ook heel veel positieve comments. Mensen vonden het interessant. Ze vonden de topics leuk. Er was meer feedback over hoe we ons moeten gedragen onset. Dus niet te veel bewegen, niet te veel met je voeten wiebelen, dat soort dingetjes. Ja, oké. Okay. Denk je dat Ja. het programma wel een behoefte vervult? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat die mensen ook nog een beetje erin moeten komen. Want ik een paar comments zagen dat de mensen het niet echt begrepen. Van waarom zijn er 3 hostesses? Maar dat was Donna haar doel en dat, daar moeten ze nog even in komen. Want ze zijn gewend, 1 persoon interviewt een andere persoon, maar wij wilden het niet echt brengen in een way van een interview. Het moest een discussie worden. En een discussie doe je niet alleen met 2 mensen. Ja, oké. Ja. Yeah. Je denkt dus wel dat het doel behaald is, ondanks het feit dat het concept een beetje anders in elkaar zit met 3 hostesses? Ja, toch wel. Ja, oké. Ja. Ja. Zijn jullie al aan het praten over een 2e seizoen? Ja. We zijn nog niet zo ver over met de onderwerpen, maar we zijn wel al aan het bespreken hoe en wat we gaan verbeteren in ons 2e seizoen. Maar het gaat wel een beetje hetzelfde Ja. concept zijn, of mag je dat ook niet vertellen? Het gaat ongeveer hetzelfde concept zijn. Ja. Oké. Het is een andere setup. Ja, oké, oké. Je Ja. vond het overal, vond je het wel leuk om te doen? Seizoen 2 ben je er ook weer bij, voor en achter de schermen? Ja, ik ben er zeker bij. Oké, is Ja. goed. Sharine, dankjewel voor je tijd. Ga snel weer naar Ja. het werk voordat we het aan de Ja, stok krijgen met graag je baas. gedaan. Ja, ze zullen dit zien. Maar ze zeggen, hé, wat doet ze aan het werk? Ze zeggen, dat was Nou, na dat is 5 leuk uur. dat Dat was jullie me na hebben 5 uur. uitgenodigd hiervoor. Oké, is goed. Dankjewel. Ja, fijne dag. Zelfde. Bye. Bye. What we need is a little cute time. Dat was het gesprek met Shireen Esayas. We hebben er een serie van 3 omdat het programma Ladies Talk Show 3 presentatrices heeft. En met alle 3 maken we een kort babbeltje. Dit was dus die met Shireen Esayas. Dank wel voor het hebben willen kijken naar Q-Time. En ik zou zeggen, mis de Ladies Talk Show die op Supreme wordt uitgezonden zeker ook niet. Goeiedag. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.